Op 23 januari 2016 botste op een bewaakte overweg tussen Dalsen en Ommen een reizigerstrein op een overstekende hoogwerker. De trein ontspoorde. De machinist kwam om het leven en twee reizigers raakten licht gewond. Voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid was het ongeval een aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de veiligheid van overwegen in Nederland. Het was een van de zes uitgebreide onderzoeken die in 2016 werden gepubliceerd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onafhankelijke organisatie die zich richt op het vergroten van de veiligheid van burgers. De Raad doet onderzoek naar concrete ongevallen, maar ook steeds meer naar gevaarlijke of potentieel gevaarlijke situaties, zoals die zich bijvoorbeeld kunnen voordoen rond vliegvelden. Het gaat de Raad daarbij niet om het benoemen van schuld en aansprakelijkheid. Voorop staan het verkrijgen van kennis en inzicht en het doen van aanbevelingen voor verbeteringen op bestuurlijk of organisatorisch niveau. Zo stelde de onderzoeksraad in het rapport over het treinongeval onder andere dat bij overwegen betere instructies moeten komen voor zware en langzame voertuigen en dat ProRail en lokale wegbeheerders beter moeten samenwerken bij het bepalen van de risico's. De botsing in Tilburg tussen een reizigerstrein en een met brandbare stoffen geladen goederentrein bleef gelukkig zonder grote gevolgen. Maar het had ook heel anders kunnen aflopen. In de aanbevelingen bij het onderzoek dringt de onderzoeksraad aan op het altijd zorgvuldig naleven van de veiligheidsmaatregelen bij het transport van gevaarlijke stoffen. Logistieke of kostenoverwegingen mogen nooit een reden zijn voor een soepele omgang met de regels. Zeker wanneer dat op verschillende plaatsen in de keten gebeurt. Leidt dat bij elkaar opgeteld tot te grote veiligheidsrisico's? Aan de staatssecretaris vraagt de raad om aanvullende voorschriften. Ook bij het omvallen van twee hijskranen in Alva aan de Rijn vielen als door een wonder geen dodelijke slachtoffers. Wel was de ravage enorm. Uit de analyse van de onderzoeksraad kwam naar voren dat de complexiteit en de risico's van de werkzaamheden door de twee betrokken partijen ernstig zijn onderschat. De raad wijt dat aan de versnippering van taken en verantwoordelijkheden. Beide partijen vertrouwden blindelings op de expertise van de ander. De raad pleit daarom bij bouwprojecten voor het altijd aanstellen van één centrale regisseur, die verantwoordelijk is voor de risico's en veiligheid. Ook dringt hij erop aan dat de bouwbedrijven hun kennis en deskundigheid vergroten, zodat ze complexe taken goed kunnen uitvoeren. In Nederland worden steeds meer bruggen vanuit een centrale post op afstand bediend. Voor de onderzoeksraad was dat een belangrijke reden om een onderzoek in te stellen naar een dodelijk ongeval op de Den Uilbrug in Zaandam. Hieruit bleek dat alle componenten van het bedieningssysteem goed functioneerden. Dat er toch een ongeluk had kunnen gebeuren, heeft volgens de Raad te maken met de situatie ter plekke, die in de loop der jaren steeds complexer is geworden. Fietsers en voetgangers kunnen zich moeilijk oriënteren en ook de taak van de brugbedienaar is veel ingewikkelder geworden. Om de veiligheidssituatie op deze en andere Nederlandse bruggen te verbeteren, is het zaak om tot een integrale veiligheidsaanpak te komen. Waarin zowel de mens als de techniek kritisch worden gewogen. In 2015 de kort na elkaar twee zogenoemde beunschepen, terwijl ze beladen werden met vloeibaar zand. De raad vermoedde een structureel veiligheidsprobleem en startte een onderzoek. Al snel bleek dat de stabiliteit van beide schepen niet voldoende was. En dat terwijl er wel een certificaat was afgegeven. De Raad constateert dat de sector te weinig initiatieven neemt om de bestaande wet en regelgeving expliciet in te vullen. Hij beveelt de minister daarom aan om een proces op gang te brengen waarin de veiligheidsrisico's centraal staan en waarin de schepen voldoende worden gecontroleerd. Is de medische hulpverlening op zee wel voldoende efficiënt georganiseerd? Die vraag stelde de onderzoeksraad zich naar aanleiding van een duikongeval op de Noordzee in de zomer van 2015. Uit de reconstructie van de gebeurtenissen kwam naar voren dat de kustwacht die de hulpverlening coördineert, niet goed op deze taak is toegerust. Miscommunicatie en een gebrekkige samenwerking met de andere hulpverleners waren het gevolg, met uiteindelijk een fatale afloop. De medische hulpverlening op zee moet structureel worden verbeterd. De onderzoeksraad ziet daarin een taak voor zowel de hulpverleners als de betrokken ministeries. Rampen en ongevallen zijn in geen enkele samenleving uit te sluiten. Maar we kunnen wel proberen ervan te leren, zodat ze in de toekomst zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Dat is een van de voornaamste doelstellingen van de onderzoeksraad voor veiligheid. へえ。